Abonneer op veganlounge.nl. Een hele goede dag, lieve kijkers. Welkom wederom op mijn kanaal veganlounge.nl. Nou, het is ochtend. Het is een beetje regenachtig weer. Dus ik heb echt super trek in een heerlijke groente omelet. En de omelet is uiteraard veganistisch. Nou, het is super makkelijk om te maken en het is ook super lekker. En het is een geweldige start voor jouw dag. Goed, ik heb alle ingrediënten klaar staan. Wat ga ik gebruiken? Nou, ik heb hier een zak groenten. Maakt niet uit wat voor groente. Hier zit in ieder geval wortel, rode paprika en selderij in. Nou, dat vind ik super lekker. Uiteraard mag jij helemaal zelf weten wat voor groente je gebruikt. Goed, omdat ik niet zoveel tijd heb en een gemakkelijk recept wil maken, koop ik gewoon een zak groente. Het maakt niet uit welke groente, of het nou soepgroente is, nasigroente is, spaghettigroente is. Het maakt niet uit als er de ingrediënten in staan die jij lekker vindt. Gewoon lekker kopen en bewaren. Of in de koelkast, of in de diepvries. En dan kun je het altijd pakken als je denkt van, ik heb zin in een heerlijke groente omelet. En uiteraard mag jij zelf weten hoeveel groente je in je omelet wil doen. Nou, daarna onmisbaar champignons. Ik vind champignons super lekker. Ik hou ervan, dus die ga ik er ook in doen. Als eivervanger doe ik een halve kop kikkererwtenmeel, zoals je ziet. Nou, je hebt uiteraard olie nodig en een beetje zout. En ongeveer een halve kop water. Goed, dit recept bestaat uit twee onderdelen. Ik begin met de groenten. Allereerst doe ik een scheutje traditionele olijfolie of milde olijfolie mag ook. Een snufje zout. En een beetje groenten. Nou, ik ga de groenten lekker wokken. Het hoeft niet zoveel, het is voor de omelet. Het is natuurlijk anders als je rijst gaat bakken of spaghetti gaat bakken, maar dit is echt voor een omelet. Dus er hoeft niet zoveel in. Ja, en dan lekker even rollen bakken. Zo. Heerlijk, al die groenten. Het lijkt veel werk in de ochtend, maar het valt echt super mee. Nogmaals, dit is kant en klare groenten. En moet je kijken wat voor prachtige kleuren. Ja, en om zo je ochtend te beginnen, ja, wat wil je nog meer? Kijk, ontbijt hoeft niet altijd zoetig te zijn. Ik hou er wel van, maar het hoeft niet altijd, hè. Je mag ook gewoon iets hartigs voor jezelf maken. Het mag. Nou, en daarna doe ik de champignons erbij. Het mag ook minder. Champignons hoeft niet. Het is dat ik champignons gewoon super lekker vind. En het vult. En verder rustig roerbakken. Kijk, de combinatie van al die groentes is ongelooflijk. Zo mooi is het. Goed, roerbak de groenten ongeveer 5 minuutjes. En het ruikt nu al super lekker, vooral die paprika. Oh, die rode paprika in de groenten. Ik hou van paprika in de omelet, echt. En er zit ook selderij in, heerlijk. Ik doe ook een snufje uienpoeder erbij. Ik vind dat super lekker. Hoeft niet. Mag. Zo. Een klein beetje chilipeppers. Dit is allemaal optioneel. Hoeft niet. Het mooie van een omelet maken is dat jij helemaal zelf
mag weten wat voor groente je erbij doet. Het is helemaal aan jou. En natuurlijk, je mag het zo makkelijk mogelijk maken voor jezelf als jij wilt. Voor mij zijn die zakjes groenten echt een uitkomst. Dan hoef je in de ochtend gewoon niet steeds te gaan snijden en noem maar op, of hakken. Dan heb je gewoon lekker alles klaar voor jouw omelet en basta. Goed, mijn omeletgroente is klaar en dan ga ik aan het tweede onderdeel beginnen. Goed, het tweede onderdeel is de eivervanger. En de eivervanger, nogmaals, is een halve kop kikkererwtenmeel. Dit is de beste eivervanger, vind ik, die er is. En boordevol proteïne. Welke vocht ga ik gebruiken? Nou, je kan simpelweg water gebruiken. Als je denkt, nou, vind ik saai. Je mag ook kokosmelk gebruiken. Maak zeker dat het smaakloos is en geen zoetigheid erin. Anders krijg je een beetje een hele rare nasmaak op de omelet. Nou, ik ga water toevoegen. Ik heb een klein beetje bouillon ingedaan. Zo'n soort van een klein helft bouillon. Omdat ik van smaakexplosie hou. Nou, het hoeft niet. Je mag ook alleen maar zout en peper gebruiken. Goed, doe het water in de kom. Mengen tot één geheel. Doe de groenten. Op de laagste stand trouwens, zodat die niet aan gaat branden. Niet te veel water in je kikkererwtenmeel doen en ook niet te weinig. Dus ongeveer een halve kop of ietsjes meer. Nou, ik had deze garde, ik zal het even laten zien. Deze garde is zo stevig en zo goed. Ik moet het toch even laten zien. Deze heb ik van de AliExpress. Want... Ja, de garde hier bestellen, dat is een fortuin. Dan heb je zeg maar een garde voor 5 euro en dan moet je 10 euro per cent kosten. Dus dat leek me niet zo slim. Dus ik heb een garde van de Ali had ik besteld. Voor 3 euro denk ik, of 4 euro. En wat is deze stevig? Ik heb nog nooit zo'n garde meegemaakt. Ik had altijd van die gardes van de Zeeman. Zeeman heeft goede producten hoor. Niet slecht bedoeld. Maar mijn garde viel uit elkaar helaas. Dus maar deze is echt super stevig. Dus echt een aanrader. Ik zet de link hieronder in de beschrijving voor je. Nou, ik heb deze natuurlijk ook van de Ali. Dat is dus de kaps. Als je je ook afvraagt waar haal ik die meetkaps vandaan. Heb ik ook van de AliExpress. Kijk maar. Dus even tussendoor. Goed. Zo moet het er ongeveer uitzien. Kijk maar. En klaar is mijn kikkererwten mengsel als eivervanger. Goed, zorg ervoor dat alle groente mooi verdeeld is in jouw koekenpan. En wat ik daarna ga doen, let maar op. Lekker verdelen over de hele pan. En probeer ook een soort van een rondje te maken. Het is mij altijd gelukt om een perfecte rondje te maken en al de groenten lekker binnen te houden. Dus we gaan het zien hoe het in deze video is. Of gaat worden. Ja, het is toch wel gelukt. Het is een soort van rondje geworden. Super. Goed, en dan zet ik mijn vuur weer op middelmatig. Goed, ik doe een heel klein beetje chiazaad erbij. Lekker extra proteïne in mijn ontbijtje. Zo. En ook voor het oog een beetje platte peterselie. En wat ziet dit er toch geweldig uit. Heerlijk. Ik ga zo genieten met een heerlijke Nespresso. Ja, ja, dat moet weer super. Nou, de baktijd van de omelet is ongeveer 2 à 3 minuten. Goed, ik heb de omelet omgedraaid door middel van een bord. Wat ziet het er lekker uit. Ik kan zo ontbijten. Goed, en dan draai ik mijn omelet weer om. En voilà. Mijn omelet is
klaar. Moet je kijken. Het ruikt super, super lekker. Ik ga toch zo genieten van deze heerlijke omelet. Ja. Jongens, dit is super lekker. Lekker pittig. I love it. Ja. De omelet is super gelukt. Lovely, 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 lovely. Heerlijke ontbijt dit. Een espressootje erbij. En genieten van mijn ontbijt. Nou, vind je deze video een hele leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Zo, een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan op veganlounge.nl. Love it. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Abonneer op veganlounge.nl.